Hey, Kerfschik ben je game. Welkom bij een nieuwe episode van Locomotion. Ja, vandaag wil ik even beginnen met een hele kleine lijn. Dat is het kamperlijntje naar Kampen. Kampen Zuid hadden we in de vorige episode gedaan. Nou, daar rijdt nu een Intercity over, maar die stopt er niet. Ik zal het even laten zien. Dit was de lijn van de vorige episode van Leeuwarden naar Den Haag. Die werkt nu ook. In de vorige episode had ik de route nog niet goed ingesteld, maar nu heb ik echt de route overdreven goed gepland, zeg maar. Kijk, dit zijn de hoeveelheid stations. Even kijken hoeveel zullen er zijn. Ja, misschien iets van, laat ik even een gokje doen, 14. Dus dan zou je heen en terug 28 stops in Locomotion moeten neerzetten. Het is uiteindelijk 40 geworden, want ik heb bijna op elk traject een waypoint gedaan. Alleen hier in het noorden niet echt, omdat het daar eigenlijk niet echt fout kon gaan. Nou, in ieder geval, ik denk altijd dat het niet fout kan gaan, maar op de een of andere manier gaat het dan toch mis en doet de trein niet wat ik wil. En dat is irritant, want het gebeurt steeds vaker dat ik een trein van Lees, dat Vlissingen opeens in Leeuwarden, dat is Groningen, in Leeuwarden zie rijden. Dat klopt gewoon echt niet. Dus ik moet gewoon meer letten op die waypoints, daar komt het op neer. Anders maken we natuurlijk ook helemaal geen winst. Had ik het lijntje überhaupt laten zien? Want dat was eigenlijk, hier. Sprinter, Zwolle, Kampen. Het is allemaal heel simpel, maar gewoon even om dit gebiedje even helemaal compleet te maken. Want Zwolle begint redelijk compleet te worden. Nou, dit hebben we niet echt, maar begint in ieder geval ergens op te lijken. Ik weet niet wat het volgende wordt. Ik denk dat ik gewoon even ga kijken naar wat voor redelijk grote, belangrijke steden we nog niet van een station hebben voorzien in Locomotion, want er zijn er echt nog best wel veel. We beginnen heel vol te raken, maar er zijn nog wel veel dingen die we kunnen doen. Oké, Zwolle, Kampen. Je ziet dat het spoor een beetje anders loopt. Het loopt iets meer, iets noordelijker. Logisch natuurlijk. Hier gaan we over de IJssel heen. Dus ik denk dat ik dat ook hierin terug ga laten komen door dit te doen. Alleen staat er van alles in de weg. En het is nogal lastig om hier bomen te plaatsen, überhaupt. Dus oké, nu kunnen we weer een stapje verder. Maar dit wordt dan ook weer lastig. En ik heb eigenlijk helemaal geen ruimte om bomen te plaatsen om mensen tevreden te krijgen. Moet ik wat passenger shops maar weghalen. Hier is gelukkig een weg. Die kan ik heel makkelijk weghalen. Dat is in ieder geval fijn. Dan probeer ik het gewoon zo goed mogelijk na te maken. Niet heel spannend. Nog even vergeten te zeggen. Omdat dit een lijn is waar één sprinter rijdt, vind ik het niet eens nodig om hier een dubbel spoor te doen. In het echt zal er vast wel dubbel spoor liggen. Ik kan me bijna niet voorstellen dat het niet zo is. Maar er rijdt maar één sprinter. Die gaat alleen maar in de weer tussen deze stations. Het is dus echt niet nodig eigenlijk. En gewoon omdat we zo weinig ruimte hebben in de Locomotion Map, wil ik er wel een beetje op letten. Dus we houden het gewoon enkelsporig. Het wordt de simpelste lijn ooit. Het is ook, ik weet niet of het qua kilometers de kortste lijn is in Nederland. Maar hij heeft twee haltes. Dus qua haltes moet hij wel het kortst zijn. Ik weet niet of er nog meer zulke korte zijn, maar in ieder geval iets wat ik nu even ga afmaken en dan zien we wel weer verder. Oké, het is misschien dan maar een sprinter die echt van halte naar halte gaat, maar Kampen blijkt wel echt een station is waar heel veel vraag naar was blijkbaar. Dit kost veel tijd. Is er iets mis? Nee, het laten kost gewoon, maar hij zit vol. Vertrek alsjeblieft. Of werkt het gewoon niet? Want ik dacht ik krijg twee sprinters aan elkaar. Zou moeten werken. Doet het niet? Oké. Doet het wel. Maar het duurde echt heel erg lang. Als het echt zo lang duurt, dan kan ik er beter maar gewoon eentje doen. Ja, het ziet er natuurlijk belachelijk uit. Die trein is echt gigantisch lange vergelijking met het spoor. Maar ook in vergelijking met de stations. Dus het kost ook veel te veel tijd om uit te laden. Echt belachelijk veel tijd. Oké. Dat was een leuk experiment. Dacht, dat werkt wel. In het echt doen ze het ook wel eens. Ik weet niet of ze het met sprinters doen. Denk vast ook wel, maar dat je uiteindelijk een intercity hebt van 10 rijstellen, zeg maar. 10 ik weet het woord even kwijt. Of je zou ook zelfs 2 van 6 aan elkaar kunnen doen. Dan heb je er 12. Ik weet niet of dat gebeurt, maar in Locomotion is er helaas geen ruimte voor. Dat was het kamperlijntje. Nu snel door naar iets anders. Oké, waar ik nu mee aan de slag wil is iets waar we heel lang niks mee hebben gedaan. Dat is een beetje dit gedeelte, Utrecht en een beetje de omgeving Nieuwegein. Utrecht heeft natuurlijk niet maar één station. Het enige wat wij hebben is Utrecht Centraal en het heet hier gewoon Utrecht. En aangezien we nu meer stations gaan toevoegen, laat ik het even de goede naam geven. We hebben hier Utrecht Vaartse Rijn.
En dat ligt eigenlijk niet echt hier. En ik zal straks even uitleggen waarom dit er allemaal zo gek uitziet. Utrecht Vaartse Rijn en hier Utrecht Lunette. En we gaan dus een sprinter maken tussen Utrecht en Den Bosch. Utrecht Lunetten. En even kijken, hoeveel stations missen we nu nog? We hebben ook nog Utrecht Zuilen. Oh, ik zal hem straks even op de kaart laten zien. Utrecht Zuilen en nog meer. Malibaan. Ja, we missen nog best wel veel. En nog meer? Of niet? Wat is dit? Vleuten? Of niet? Nou, ik zal het even op de kaart laten zien. Dan weten jullie ook waar ik naar kijk. En het is het lijntje 6900. Nou, niet echt een lijntje. Ik kan me voorstellen dat het best drukke lijn is. Want kijk, tot nu toe hebben we helemaal niks. Gebeurt er niks tussen Utrecht en Den Bosch. Dat is eigenlijk heel gek. Ja, want ja, er gebeurt hier wel degelijk wat. Houten station had ik al gebouwd. Nu gaan we er ook daadwerkelijk langs. Kan problemen opleveren. We hebben de lijn Amsterdam-Maastricht. Die loopt hier. Tussen Utrecht en Den Bosch. Die komt dan wel langs deze twee stations. En het kan best wat oponthoud veroorzaken. Als hier een sprinter is die bij beide stopt. Dus waarschijnlijk ga ik dit uiteindelijk fuseren tot één station. Waarschijnlijk dan Utrecht-Lunette. Worden dan. Omdat het dan iets meer klopt met de locatie. Maar ik wil het voor nu even proberen met twee losse, hele kleine stationnetjes. Even kijken hoe dat gaat. En ze staan belachelijk dicht op elkaar, dus het wordt lastig, maar we gaan het gewoon proberen. Hier kan ik bijvoorbeeld ook geen, geen turn signal doen. Dat helpt ook niet. Misschien als ik dit een beetje aanpas, dat het dan wel kan. Want het is wel handig om dat te hebben. En het is ook handig om rechte stukjes er af en toe in te hebben. Oh, signal in the way. Het is handig om rechte stukjes erin te hebben, omdat we dan waypoints kunnen doen. Want die kunnen we niet op kruisingen zetten. Waar staat dit signal überhaupt? Oh, dat is deze. Die heb ik net neergezet, geloof ik zelfs. Snap ik niet echt waarom het in de weg was, maar oké. Dit zat zo. En kan ik dit? Nee, dat kan ik niet echt ergens anders weer doen. Nou ja, die kant op. Zo, dus we gaan. Dit wordt meer een beetje een experiment, weet je. Het wordt heel lastig, want ik gebruik ook dit bestaande perron om in te keren. Dat gaat, kost ook allemaal tijd. Komt hier een sprinter aan en die komt dan hier weer langs. Die trein naar Maastricht. Altijd heel winstgevend geweest, dus ik wil het liever niet verpesten. Ze zijn helemaal niet goed verdeeld over de baan. Dus ja, ze moeten maar geluk hebben. Als ze net allemaal in Maastricht zijn, als die sprinter hier is, dan gaat het prima. En als het helemaal misgaat, maak ik gewoon een los sprinterspoor aan. De reden waarom de locatie zo slecht klopt, en ik heb het nou nog steeds laten zien, geloof ik. Even kijken, we hebben hier Utrecht, Vaartse Rijn, Lunette en Houten. Ja, omdat we Utrecht Centraal aan het begin van het spel zo hebben gebouwd en hier met die sporen heel breed langs zijn gegaan. En Utrecht Centraal ligt eigenlijk eerder hier dan hier. Maar ja, dat is gewoon aan het begin niet helemaal goed gegaan. En omdat we zo weinig ruimte hebben. Kijk, ik kan er wel Utrecht Vaartse Rijn hier doen en Utrecht Lunette hier. Maar dan zit je ondertussen al bijna in Gorinchem en dan klopt er niks meer van de locaties. Dus zo klopt het ook niet, maar zo klopt het in ieder geval nog in de in hoe noordelijk en zuidelijk het is. Klopt het nog een klein beetje. Dus dat is op zich wel fijn, denk ik. Hier kunnen we nog turn signals doen. Dus veel beter wordt het niet. En ik ga trouwens vanaf Houten wel gewoon een los sprinterspoor doen. Want anders onderbreken we die lijn naar Maastricht veel te veel. Dus even kijken wat we hier allemaal van kunnen doen. Even kijken. Culemborg heb ik niet. Ik zal het nog even verder laten zien. Houten hebben we dus. Wat is dit? Houten Zuid? Gokje? Ik weet het niet. Oh, Castellum. Oké, heeft een interessante naam. Ik weet niet of we dat kunnen doen. Nou, hier zitten we dus bij de Waal. Of zeg ik iets heel geks? Lek. Oké, bij de Lek. Onder de Lek hebben we Culemborg. En dan moet ik even kijken. Ja, dus Houten. Nou ja, Houten Zuid gaat hem niet echt worden. Culemborg denk ik wel. Ik denk dat het dan daar ergens komt. En volg gewoon dit traject gewoon verder. Want dan klopt het nog een beetje. Culemborg zit net onder de Lek. En dan hebben we hier, is het wel de Waal? Oké, dat is wel de Waal. Dat is Zaltbommel. Zaltbommel hebben we ook niet, maar gaan we toch gewoon doen. Hier is nog best wel veel ruimte tussen. Even kijken hoor. Ik moet even kijken waar Nieuwegein, op welke hoogte het precies ligt. Ja, het ligt veel noordelijker in het echt dan we in Locomotion hebben. Maar ja, dat is dan maar zo. Geldermalsen ook nog. En daar stoppen we ook. Dus dat zit tussen Culemborg. Oké, dan weet ik een beetje wat we allemaal hebben. Dit wordt nog
denk ik een redelijk winstgevende sprinter. Als ik zag wat we in Kampen konden betekenen. Een beetje Groningen, daar pikken we dan wat huis van weg, zeg maar. Het zijn geen kleine steden, er zijn er wel echt huizen. Dus als we het bereik een beetje uitbreiden, kan het nog even winstgevend worden. En omdat die sprinters best wel, nou deze misschien niet, maar bijvoorbeeld die in Kampen, omdat die zo vaak gaat, weet je, is er veel activiteit op het station. En dat is wat het winstgevend maakt, de locomotion. Een monthly profit, bijna 1 miljoen. Dat is toch echt belachelijk. Ja. En dat is wat die sprinters zo winstgevend maakt. En het was vroeger. Vroeger waren de Arriva stoptreinen in Leeuwarden het meest winstgevend. Dat is nu een beetje weggezakt, omdat we nu andere hele winstgevende lijnen hebben. Maar aan het begin werd hier al de winst behaald en toen is het ook zo gegroeid. Dus ik denk dat als we onze performance index moeten laten stijgen. Oké, tuurlijk moet allemaal treinen gaan vervangen. Maar dat is zo saai. Dus dat stel ik uit. Maar om onze performance index verder omhoog te krijgen, is het denk ik ook nodig dat we meer sprinters toevoegen. En dit is natuurlijk gewoon ja, hier is niks op onze map. Er zijn wel steden, maar heel veel leeg en helemaal geen stations. Dus dat klopt niet en daar gaan we nu wat aan doen. Oké, daar gaan we dan. Het is tijd voor de test. Wat ik ook meteen even heb gedaan, is alle treinen naar Maastricht vervangen. Dus dan zijn de reliabilities hoger. Dus dan zorgt dat in ieder geval niet voor oponthoud. Dus dat scheelt dan al. Oh. Oké, ik dacht even dat hij in hetzelfde perron aankwam. Dat ze op elkaar gingen botsen. Zou niet moeten gebeuren, dat deed ook niet. Waarom stop jij in de lunetten? Of is het voor een signal? Ja, dit is voor een signal. Dus dit veroorzaakt al een soort van oponthoud. Ja, het is heel druk. Ik heb ze allemaal op express gezet en ik heb de route opnieuw ingesteld. Want sommige gingen richting Houten. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ze moeten op het buitenste spoor gaan. Dat is een beetje het hoogsnelheidsspoor. Nou, tot nu toe gaat het goed. We doen natuurlijk nog maar een test met één sprinter. Laten we het interessant te maken er even een tweede bij gooien. En ik probeer het spel iets vaker op pauze te zetten. Dat is namelijk iets fijner voor de performance index. Dan gaat het blijven, het is iets minder snel naar beneden. Het is jammer dat ik nog steeds niet de mod werkt heb gekregen om. Ja, dat je geen kapotte treinen meer hebt, zeg maar. Dat heeft nooit gewerkt bij mij. Misschien moet ik er een keer naar kijken, want het is toch wel heel erg fijn. Oké, Den Bosch 2. Hoe doe ik dat met de spatie meestal? Zo, kan ik deze dan 1 noemen of is dat. Ja, oké, dat kan. Wow, voor het eerst dat het gewoon werkt. Want vaak zegt hij dan dat het namelijk in gebruik is of zo. Hij is nu hier. Nou, laten we nog ietsje wachten totdat hij, zeg maar, in Den Bosch is. Oh, ik zal straks de lijn zelf laten zien. Een beetje het zuidelijke deel, want dat heb ik ook nog niet eens gedaan. Alles is gelukt. Bij deze lijn zitten alle stations erop. Behalve Houten Castellen. Maar dat zou eventueel zelfs nog kunnen lukken. Maar ik weet niet of dat nou wel zo slim is. Oké, je ziet dat ze vaak op elkaar moeten wachten. Oplossing is misschien meer turnsignals toevoegen. Ja, dit zou eventueel kunnen helpen. Ja, want nu gaat deze alvast rijden. Of hebben we nu een eeuwige opstopping? Nee, het is geen eeuwige opstopping. Maar het is ook niet bepaald fijn. Ja. Ja. En die treinen naar Maastricht komen echt in golven. En het zijn er 4. Ik heb ze nu iets beter afgesteld. Maar ze zijn nog steeds niet echt netjes verdeeld over het spoor. Ja, het is niet ideaal dit. Waarschijnlijk doet het wel af aan de winst van die treinen naar Maastricht. Dat is dus eigenlijk niet de bedoeling. En je ziet door al dit oponthoud. Deze had nu eigenlijk al in Den Bosch kunnen zijn. Maar dat is hij niet. Ja, dus misschien moet ik het houden bij één sprint. Ik ga er wel even naar kijken, zeg maar. Maar we hebben dus Houten. Houten is gelukt. Dus alles is gelukt behalve Houten Castellum. Culemborg, Geldermalsen, Zaltbommel en uiteindelijk een bos. En ik heb hier een los perron aangemaakt. En dat is hoe het loopt. Dus dat is hartstikke mooi. Ik ga denk ik nu een paar treinen vervangen. En kijken hoe deze sprinter het doet. En dan ben ik zo terug. Oké, ik heb de Thalyse en Intercity directjes. Ja, wat treinen hier in de Randstad vervangen. Hier waren heel veel opstoppingen. En dat is niet gek. Want we hebben hier een kruispunt bij Den Haag met heel veel stations. Ja, je hebt hier de lijn. Wat is het? Wat is het? Den Haag. Leeuwarden. Ja, ik weet dat die Thalys heel veel geluid maken. Maar in ieder geval een lijn vanuit Den Haag. Die gebruik maakt van dit spoor. Ik kom er even niet op. Dat is Den Haag-Leeuwarden, toch? Ja, denk het wel. Ja, dat is. Oh nee, dat is dit spoor. Nou, in ieder geval een trein van Den Haag naar.
van Den Haag richting Utrecht. Je hebt dit kruispunt en dan komen al die lijnen van al die treinen naar Vlissingen, die komen hier samen. En het is gewoon een chaos. Dan heb je ook nog die lijn Amsterdam-Haarlem-Vlissingen, die hier ergens misschien ondergronds is nu. En ja, dat is gewoon echt een chaos. Al die treinen naar Vlissingen zijn nu hier, die zijn ook echt heel slecht verdeeld. Dus als die allemaal samenkomen op dit punt en er komt toevallig een trein aan op dit traject, ja, dan heb je gewoon een probleem en dan ontstaat er een opstopping. Dus dat heb ik nu geprobeerd op te lossen. Wel met enigszins een beetje effect. Ik heb wel trein vervangen, opstopping opgelost, die er geloof ik echt al een hele tijd was trouwens. We hebben nu 85%. Ik weet niet hoe lang het zo hoog blijft, maar is in ieder geval mooi. En deze sprinter doet het ook verrassend goed. Ook als je kijkt naar hoeveel nieuwe gein is gegroeid. Ik heb hier Utrecht Lunetten, Utrecht Vaartsrein nog een beetje uitgebreid. En er wachten nu gewoon honderden passagiers. Dat is heel mooi. En als je kijkt naar de trein die het nu het best doet. Oh wauw, Breda, Eindhoven, 6 miljoen, dat is een nieuw record. Maar wat doet het ook heel goed? Het Kamperlijntje, ook al is het nu... Nou, het is 3 miljoen, dat vind ik echt heel veel eigenlijk alsnog. Staat toch redelijk hoog en dat is toch wel onverwachts. Even kijken, waar staan die andere 6900 hier? Ja, 1 miljoen, dat valt wel een beetje tegen eigenlijk. Dus ja, het zorgt wel echt voor dat Nieuwegein groeit. Helaas heb ik vandaag niet heel veel tijd meer. Het is een beetje een korte episode, niet heel veel gedaan. Wat zouden jullie nog graag willen zien? Jouw woonplaats of jouw regio? Want er zijn heel veel gebieden waar ik gewoon niet ben geweest. Dus laat ik dat nu gewoon even vragen. Wat willen jullie graag zien? Welke stad, welke plaats, welk dorp? Maakt niet uit hoe klein het is. Als er mogelijkheid voor is en als een station heeft of... Ja, dat is wel een vereiste, maar maakt niet uit hoe klein of onbelangrijk station het is. Als ik er ruimte voor heb, dan bouw ik het wel. En dat lijkt me heel leuk om te doen. Dus laat me achter wat je graag wil zien. En dan gaan we daar in de volgende episode mee verder. Hopelijk heb ik dan iets meer tijd ervoor. De map begint best wel vol te raken. Maar ja, zoals ik eerder heb gezegd, er zijn al heel veel stations die we gewoon nog niet hebben gehad. Dus laat me weten wat je graag wil zien. Maar ja, dat was dus het alles voor nu. Tot de volgende episode.